Nou, hier ziet u allemaal verschillende potjes rijst. Het is allemaal hele bijzondere rijst, want tot voor kort was deze rijst helemaal niet bekend voor de wetenschap. Deze wordt gekweekt door marrons in het binnenland van Suriname en Frans-Guyana. Marrons zijn afstammelingen van Afrikanen die de slavernij zijn ontvlucht. En dat hebben ze succesvol gedaan door de zaadjes van allerlei landbouwgewassen en ook rijst in hun haren te vlechten. En in het binnenland, in het Amazonegebied, deze rijst weer aan te planten. Rijstelen bij de marrons heeft verschillende functies. Het voornaamste daarbij is dat het geteeld wordt als voedsel, maar ook nog voor medicinale en spirituele doeleinden. Zo bijvoorbeeld worden in de meeste dorpsgemeenschappen één keer per jaar of om de zoveel tijden offers gebracht aan de voorouders als dankzegging voor wat zij gedaan hebben voor ons in het verleden of in de tijd van slavernij. De vrouwen die deze verbouwen, die hebben voor elke rijst een andere naam. En sommige namen die verwijzen naar voorouders. Bijvoorbeeld, dit is Maalena. We weten eigenlijk niet meer wie Alena was. Maar vaak zijn dit vrouwen die ten tijde van de slavernij, dat natuurlijk 200 jaar duurde voordat de marrons echt vrij waren, zijn het binnenland ingevlucht met rijst en hebben rijst meegenomen. En die rijst is naar hun vernoemd en wordt dan nog steeds verbouwd om de voorouders te eren. En zo zijn er wel 40 verschillende vrouwennamen in deze rijst. Je zou kunnen zeggen, rijst zit in de genen bij de marrons. Er zijn 6 marronstammen in Suriname en Frans-Guyana. Ik behoor de Okanse gemeenschap toe. En zo bijvoorbeeld heb ik rijst geoogst sinds ik 10 jaar oud ben met mijn oma op haar kostgrond. Ik weet nog dat het zwaar werk was. De zon was fel, de periode van oogst. Maar het was ook wel leuk, want ik zat daar met al mijn familie, met mijn nichten en mijn neven. Dat vond ik prima. Ja, dit is hem. Ik heb dit samen met mijn nichten en mijn neven geoogst op mijn oma's kostgrond. Wat onze onderzoeksresultaten laten zien, is dat de complexe geschiedenis van Suriname en Frans-Guyana in de marronrijst terug te zien is. De oudste rijst kunnen we traceren naar West-Afrika. Dit is zowel de zwarte Afrikaanse rijst als Aziatische rijst die door de Portugezen naar West-Afrika is gebracht en vandaar in Suriname is gekomen. Deze rijst is vanaf het begin van marronage bij de marrons, mogelijk dus zo'n 350 tot 370 jaar. Een ander type rijst is een kruising tussen deze oude West-Afrikaanse rijst en een rijst die door de Javaanse contractarbeiders zijn meegenomen. Dit was na de afschaffing van de slavernij. Dan is er een rijst die de marrons Alekisola, Sola en Lexola noemen. En we zien in het DNA dat dit lokale nazaten zijn van Rexora-rijst. En dit is een vroege cultivar die in 1932 door veredelaars in Louisiana is ontwikkeld en bij de marrons is terechtgekomen. Ten slotte is er de Mong-rijst. De marrons hebben deze vernoemd naar de Mong-mensen die de Vietnamoorlog moesten ontvluchten naar Frans-Guyana. En de marrons zijn tijdens de burgeroorlog naar Frans-Guyana gegaan, hebben daar de Mong-mensen ontmoet op de boerderijen en hebben daar de Mong-rijst gekregen. Soms moesten Nicolaas en ik gewoon ook een beetje lachen tijdens het rijstonderzoek. Want deze rijst heet namelijk grote flapoor. Als je daar heel goed kijkt, heeft hij nogal belachelijke vleugeltjes hier aan de zijkant. Nou hebben we deze rijst wel vaker verzameld. Maar de ene keer heet hij flapoor, de andere heet hij adelaarsvleugel. En hij heette ook een gegeven moment Opolani, dat betekent op en landen. Omdat hij vleugels heeft, net als een vliegtuig. The importance of this research is it really shows how we can intersect respect for biodiversity, culture, and farming systems. For example, the farmers themselves have been under a lot of pressure to change and modernize their system and adopt new cultivars, but they continue growing their rice varieties. And by documenting how diverse it is, actually the farmers there have already started getting a higher price for this rice. The other thing is, as we've been working with the Surinamese Rice Institute and with Crop Trust, and all these seeds were recently transferred to Svalbard, to the International Gene Bank, where they will be preserved for future generations. Het mooie van dit onderzoek is dat de resultaten eigenlijk een soort ongeschreven geschiedenis van Suriname vertellen. De transatlantische slavenhandel, het ontsnappen van de slavernij, het overleven in het oerwoud,
de afschaffing van de slavernij, de contractarbeiders uit Azië en andere bevolkingsgroepen die naar Suriname kwamen. Ja, in die reis, je bent eigenlijk wat je eet. In samenwerking met de Graman, het stamwolkers en de gemeenschap, de vrouwen, hebben we een hele goede samenwerking kunnen creëren en hopen dat we door het onderzoek wij tot meer productie kunnen komen voor hooglandsrijst, zoals hier op deze festveld gezien is. Het mooie wat ik vind aan dit onderzoek is dat de reisverhalen waarmee ik ben opgegroeid, de verhalen die verteld zijn door mijn oma, door mijn moeder, in de gemeenschap, dat ze bevestigd zijn door het genetisch onderzoek.